hebben echt een bouwer. Oh! Misschien had je daar maar even iets tegen moeten bouwen, lieve schat. Misschien had je daar even iets tegen moeten bouwen. Die was echt hard. Ik dacht, ik probeer het gewoon. En zo gezegd, zo gedaan. Hupsakee. Tot ziens. Yo, what up mensen. Welkom bij een nieuwe Fortnite video. Ik ga vandaag helemaal ham met de heavy sniper. Echt. Holy shit, wat ga ik lekker. Het was mijn eerste potje van de dag, maar maakt niet uit, want we gingen knijtershard met snipen. Dus dit is een potje dat je niet wil missen. Maar voordat we beginnen aan het potje, heb ik eerst nog een kleine mededeling. Aanstaande zaterdag op 1 september is er namelijk een tof Fortnite evenement. En dat Fortnite evenement vindt plaats bij een Game Mania bij jou in de buurt. Tussen 12 en 3 kan je daar namelijk prijzen winnen als je in de winkel een Victory Royale weet te halen. De eerste die op een dag een win kan halen in de winkel, krijgt namelijk een Turtle Beach headset en een super vette trui erbij. En de mensen die daarna nog een Victory Royale kunnen halen, krijgen een waardebon van 10 euro die je kan besteden aan games, accessoires of natuurlijk V-Bucks. Laten we eerlijk zijn. De challenge is in solo modus op de PS4 in de winkel dus. Een aardig leuke challenge dus als je een beetje kan spelen en leuke prijzen gratis wil winnen door een potje Fortnite te spelen. Nou, meer informatie is in de beschrijving te vinden. Laten we nu gaan naar mijn heerlijke win van de dag. Yo, ik ga voor de eerste keer landen bij Tomato Temple. Ik heb dit nog helemaal niet gezien, joh. What the hell? Heck. Oh, ik moet echt meer Battle Royale spelen. Ik speelde laatst het heel veel playgrounds. Maar daardoor mis je gewoon heel veel dingen. Zoals een gigantische tempel. Ga eens niet erachter staan. Denk je nou echt veilig te zijn? Denk je nou echt veilig achter zo'n klein dingetje te zijn? OMG, gekke mensen. Yo, waar moet ik heen? Tempelonus. Wow, ik hoor allemaal vlammetjes. Vlammetjes. Oh, daar kan ik niet heen. Moet ik dit kapot maken? Ik gok het. Hey, kapot, kapot, kapot. Oeh. Uh-oh, dat klinkt als een guided missile. Oh nee, broeders. Oh nee. Ik denk niet dat hij weet waar ik ben. Oh, zie je hem? Oeh. Oeh. Oké, ik mag niet gevonden worden. Kijken of ik kan zien van waar hij hem schiet. Schiet hem nog eens. Schiet er nog één dan. Hey. Schiet hem maar. Schiet hem dan. Oeh, iemand is omhoog gegaan. Oké, shit, waarom kan ik er niet op? Hupsakee, met z'n guided missile, jong. Gotcha. I got you, boy. I get you good. Alright. Yo, voor de mensen die denken van Wouter, wat speel je ontzettend voorzichtig. Ja, dat klopt. Dat komt omdat ik dus echt al heel lang deze shit niet heb gedaan. Ik hoor daar ook een trap geplaatst worden. Ik weet niet waar de trap is. Hello, trappy. Oh, daarboven. Oké. Okay. Kijken of we een hole-in-one kunnen maken. Hole-in-one! Hey! Ah, geen damage. Ik hoopte op zijn minst wel op damage. Oh. Ik zat zo van, heeft hij een wapen of niet? Ik wilde even wachten met killen. Maar hey, de boy heeft een wapen. GG, brother. GG. Laten we even lekker wat potjes nemen. Yo, we gaan best goed. Ja, het is altijd lastig om aan mensen te vertellen dat ik hype ben. Van, yo... Ik heb al een tijd niet meer Battle Royale gespeeld, maar hey, ik heb het weer gedaan en het gaat lekker. Dit is het eerste potje. Maar ja, jullie zien natuurlijk die video's achter elkaar en jullie denken van, oh ja, weet je, hij speelt gewoon de hele dag Fortnite. Niets is minder waar. Niets is minder waar. Ook al wil ik het echt wel weer meer gaan spelen. Ik merk wel dat ik echt gewoon even weer aan mijn skills moet werken, weet je wel. Ik ben gewoon op het moment niet heel erg lekker... tenminste, ik speel niet heel erg lekker. Ik mis gewoon te veel, weet je. Eerste schoten, ja, die hoor je niet te missen. We moeten wel een beetje in vorm blijven, hè. Dat is wel de bedoeling. Ik ga gewoon lekker dit hakken. Yo, ik vind het wel chill eigenlijk met al die bomen hier. Ik vind deze Tomato Temple een stuk beter dan de Tomato Town die het eerst was. En ja, de reden dat ik er niet van wist is omdat ik ook al die video's niet meer kijk. Zeg maar, er is nu zoveel clickbait, jongen. Oh...
is echt om moe van te worden. Zeg maar, ik vind het namelijk zelf ook gewoon heel erg leuk om Fortnite te kijken of whatever. Maar dat is, tenminste, ik doe dat niet echt meer in Nederland, want het is zoveel meuk. Meuk, ook met die kubus nu en zo. Ik weet niet eens waar die kubus is. Ze weepen ook allemaal niet meer. Ik wil gewoon lekker de game spelen en het zal allemaal wel. Wow, 3 ammo boxes. Nice. Zit hij dan hieronder? Huh? Oh, hij zit daarboven. Is dit hem? Of zit hij helemaal eronder? Ik snap er echt helemaal niets van. Ik ben hier nog nooit geweest, jongens. Is hier nog iets? Nee. Waar hoor ik dat ding? Hier? Is hier nog een plek? Oh, hé, hey, we hebben een plekje. Nice. Ho. Pak die mee. En een mooie blauwe. Yeah, boy. Oh, je moet hier ook gewoon weer omhoog, anders kom je niet weg. Hé, hey, we zijn ontsnapt. Oh ja, en ik ben trouwens ook bezig. En dit is de eerste keer dat ik er iets over zeg. Maar ik ben bezig met een nieuwe serie die ook in de Battle Royale gaat plaatsvinden. Die echt super leuk is. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar die komt hopelijk met, ik denk 2 weken of zo. Gaat super lachen zijn. Ik ga met heel veel andere YouTubers samenwerken. Wordt echt super dope. En het brengt weer een beetje die Battle Royale terug in Fortnite. Want ja, iedereen speelt natuurlijk nu Playground. Ik zelf ook hoor, daar niet van. Maar ik vind het ook wel leuk om gewoon lekkere normale battles te doen, toch? Die zijn ook leuk. Even kijken. Oh, daar is geloot. Oké. Daar beneden is geloot. Dat is een verdachte situatie. Hupsakee. Hak maar even kapot. Ja, dat betekent dat hier iemand in de buurt zou moeten zijn. Waar weet ik niet. Hey, neem maar mee. Bam. Bam, bam, jong. We gaan even daar checken. We zitten sowieso echt hartstikke goed in de cirkel. Er gaan nu wel mensen binnenkomen via de zijkant. Dus we moeten een beetje oppassen, oké? Beetje oppassen. Beetje. Hupsakee. Hier zijn verdacht vaak mensen. Dus ik ga even checken of ik hier iemand kan vinden. Hé, hey. Oeh, ja hoor. Het verbaast me echt, want ik vind dit zo'n stomme plek om te landen. Als in, ik vind hem zelf niet chill. Maar heel veel mensen wel. Ik hoorde de schoten. Ik zie daar een pot. Van waar schoot hij dan? Hello? Nou, ik heb geen idee waar die persoon is. Het zal wel. Ik kom hem vast straks tegen in mijn rug. Of whatever. Let's go. Even een potje scoren. Hey, potje voor Wouter. Oeh, ik zie daar een drop. Oké. I like drop. Yes, I do. I like drop. How about you? Hupsakee, neem me die mee. Die. Wat ga ik doen? Ik ga de drop pakken. We gaan voor de drop. Ik hoop dat ik een scar of zo krijg. Dat zou wel fijn zijn. Ik hoor hier nog een drop. Oké. Laten we eerst de andere kant op gaan. Yazza. Komt u maar. Oké, let's check it out. Daar is niet gebouwd. Hier is niets. Oh, hier komt ook nog een drop. Wajo. It's dropalicious. Hoe ver moet die nog? Die moet nog wel een stukje. Laten we eerst de ander pakken. Yo, ik hoop een scar. Gun mij een scar en een... drumgun kan er niet in zitten. Een heavy shotgun. Een double barrel shotgun. Ja. Die heb ik echt tijd niet gezien. Oh, er is daar wel omhoog gebouwd. Dat is een beetje... naar. Hallo, kan ik hier... Ik wil hier aan vast eentje maken. Ik wil er hier aan de onderkant... What? Waarom kan ik hier niet het ding maken, joh? Oké, zo. Waarschijnlijk omdat ik al een andere ster had gemaakt. Hey, thermal. Zal ik de thermal pakken? Ja, ik vind hem eigenlijk best chill. YOLO. Ik pak hem gewoon eventjes.
Ik vind hem wel echt zo'n guns van je hoeft minder ermee te raken. Tenminste, hij is wat makkelijker om te raken. Dus gaan we die gewoon doen voor de harass. En dan krijgen we hier een scar uit. Het leven wordt mooi, dames en heren. Het wordt mooi. Yeah. Oh my lord. Oké, we pakken gewoon de heavy sniper. I don't care. Ik weet dat hij niet de allerbeste is, maar yo. Het is de heavy sniper, broeders. Het is de heavy sniper. You gotta respect the heavy sniper, okay? You gotta respect it. Oh, die ging echt zo bijna tegen zijn bakkes aan. Oh, yo, yo. Oh, hij heeft er ook een, hoor. Hij heeft er ook een, hoor. Oh, we hebben echt een bouwer, jongen. We hebben echt een bouwer. Oh! Misschien had je daar maar even iets tegen moeten bouwen, lieve schat. Misschien had je daar even iets tegen moeten bouwen. Tjonge, jongen, in zijn face. Wow. Die was echt hard. Ik dacht, ik probeer het gewoon. En zo gezegd, zo gedaan. Hupsakee, tot ziens. Arriba, arriba, je boy is terug. Je boy is terug. Gewoon eerste potje van de dag, jongen. Knijt eens hard op iedereen zijn bakkes. Woo! Yeah. Oh shit, ik wilde eigenlijk de loot pakken, maar dat gaat niet lukken. We moeten rennen. Yo, ik ga sowieso deze video uploaden. Ik vind het nu echt al nice. Smash even een duimpje omhoog als je het nice place vond, jongens. OMG. Dat was zo'n lekker schot. Die twee sniper shots, jongen. OMG, wat lekker. Wat lekker. En daar vliegt ook iemand. Kom op. Hallo. Hoe mis je alles? Dan heb je het ene moment over je mooie snipershot. En het andere moment mis je alles. Wauw. Fortnite. Fortnite, dames en heren. Nu weet ook iedereen waar ik ben. Fantastisch. Oh, daarachter zie ik nog iemand vliegen. Oké, ik moet rennen. Ik moet rennen. You gotta run. Run, boys. Run, 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 run. Hier is volgens mij niemand. Oh, cirkeltje, cirkeltje aan de wand. Nee, niet mee in handen. Nee, nee, nee. Oh, je bent echt een stomme cirkel. Zo. Oeh, daarachter zien we mensen. En volgens mij hier links zit ook nog iemand van mij. En daar rechts wordt ook geschoten. Ik zit een beetje op een lastig plekje. Ik zit iets te laag namelijk. Oh, kijk, kijk, kijk. Oh! Die was zo bijna raak! Oh, maat. Ik wil eigenlijk gewoon erachteraan, want het is een persoon die niet bouwt. En die zijn zeldzaam tegenwoordig. Oh, hij is aan het hakken of zo. Het is iemand die niet wil fighten in ieder geval. Hallo. Hallo persoon. Oh, wordt geschoten. Ja, die gast zit hier nog achter. Dit is zo gevaarlijk wat ik doe. Waarom doe ik dit? Oh, daar is hij. Oké, hij rent gewoon bij me vandaan. Oké. Hupsakee. Dank u. Bedankt voor het meedoen. Tot volgende keer, mensen. Tot volgende keer. Met je bolt, jong. Met je bolt. Je herkent wel echt of mensen een beetje een idee hebben wat ze doen of niet. Want die gast had geen idee. Nee, nee. Nee, nee. Ik moet eigenlijk even eentje verder. Op zich ook niet heel erg. Wat ik kan doen
Dus ik kan hier even omhoog bouwen. En dan bam. Zo. Ik doe hem nog eentje hoger. Dan hebben we een mooi torentje. Kunnen we even kijken wie er gaat lopen. Oeh, kijk, kijk, kijk. We hebben Mr. Rocket Launcher. Gaat hij nog een keer schieten? Yep, dat doet hij. Dat doet hij. Yo, is de heavy sniper gebufft of zo? What the heck? Ik maak echt bijna al mijn kills met een sniper nu, joh. Terwijl mijn aim is echt... is aardappel. Oké, dit wordt een schot. Hij gaat er links komen of niet? Oh, moeilijk schot, moeilijk schot. Ik zit even te kijken waar die gaat oppoppen. Oh, daar is ook gebouwd. 2-10. Oké. Interesting. Er wordt daar links geschoten. Yo, we gonna take it slow. Take it slow. Maar het was toch altijd dat... de heavy sniper. Ik heb niet allemaal headshots gemaakt, of wel? Dan moet hij wel gebufft zijn. Want ik doe echt iets van 380 damage of zo. Echt heel veel. Maar zoals ik al zei, ik lees niet meer patches. Ik heb al die dingen niet meer gedaan. Ik moet dat weer gaan doen. Maar voor nu heb ik dat niet gedaan. Dus laat even weten of de sniper gebufft is. Ik heb het gevoel van wel. Ik bedoel, ik hit zo hard. Gewoon op de body van iedereen. Dat het echt bizar zou zijn als hij niet gebufft is. Of ik hit gewoon echt alles. Hoe heet dat? Ik hit gewoon alles. Maar dan kan ik me ook niet voorstellen dat het allemaal headshots waren. Even kijken. Oeh! Dat was wel een headshot. 392. Ja, waren dat toch allemaal headshots? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Ah, ik moet dat even gaan checken. Ik moet eigenlijk voor de grap gewoon even op iemand zijn body schieten. Kijken hoeveel damage het doet. Ik kan niet geloven dat het allemaal headshots waren. Nee, toch? Of wel? Ik weet het niet. Ik zie daar de hele tijd iemand lopen. Hopelijk kan ik daar een... hoe heet dat? Een body shot op maken. Dus hij gaat omhoog. Kom op, ik wil gewoon op je body schieten, niet eens op je hoofd. Maar als je alleen met je hoofd gaat pieken, dan moet ik wel. 10 seconden tot de cirkel. Daar zijn de laatste mensen. Oké, weet je wat, we gaan gewoon naar beneden. Let's go! Ik weet niet precies waar ze zitten, we zien het vanzelf. 8 kills, eerste rondje. Yes, brothers! Yeah, man! We gaan gewoon voor die 10 kills, hè. We gaan voor die 10 kills. Kijken of het lukt. Ik weet dus niet of die in die toren daar zit. Het zou best kunnen. Het zou zeker best kunnen. Daar is in ieder geval iemand. Laat ik deze even dichtmaken. Ik weet niet zeker of er namelijk wel of niet iemand achter mij zit. Misschien zat hij namelijk ook al gewoon niemand te schieten. Je weet het niet. Wordt daar naar beneden gebouwd? Oh, die persoon bouwt met piramides. Dan is hij sowieso beter dan de gemiddelde speler. Oh, en daar wordt naar beneden gebouwd. Oké, dus we weten in ieder geval waar ze zijn allebei. Oké, nu wordt het interessant. Heb ik alles gereload? Ik heb alles gereload. Die gast heeft overduidelijk een sniper. Oeh, het is wel richting mij waar ze moeten zijn. Ja, het is een lastig hoekje. Oh, tenzij hij hem openmaakt aan de zijkant. Dan is dat weer chiller. Dude, ga je naar beneden? Ik zie een hoofdje. Hij gaat een launchpad plaatsen, of niet? Ik denk dat hij een launchpad gaat plaatsen. Ja. Oh, ik wilde hem net schieten toen hij sprong. Oké, ik weet niet of hij nou naar de ander toe gaat. Ja, dus... bodyshot. Oh, het waren toch allemaal headshots. Het waren allemaal headshots. Meen je dit serieus? Kom op.
Yeah, boys! Eerste potje van de dag. Victorious Royales. OMG, dames en heren. Wat lekker. Hopelijk vonden jullie het ook een lekker potje. Smash dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren. En ik zie jullie bij de volgende keer. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.